heb ik. Ik heb nou weer warme handen. Chris heeft weer warme handen, die zat erachter in het sturen. En die was zo koud. En het regent nog een beetje harder. Zie maar weer. Het herhaalt zich, hè? Het gedrag van je ouders herhaalt zich toch. Een slokje diesel in. De ronk is al uit geweest. Goedemorgen. Een hele goede morgen, lieve mensen. Welkom bij een nieuwe vlog. Mijn naam is Tineke en ik ben van het kanaal Een Vloggende 50-plusser. Welkom. Leuk dat jullie mijn kanaal weer hebben aangeklikt. En wij zitten op de boot. We varen net weg. We varen net de haven uit. Het is vandaag Koningsdag. En wij gaan de rust opzoeken. Ja, ja. Wij gaan lekker met de boot. Ja, ik denk dat wij eventjes naar Ter Oele gaan. Niemand kent Ter Oele natuurlijk, maar... Wij wel. Er zit een leuke haven, er zit een restaurantje bij. En je kan daar heerlijk wandelen. Dus ik denk dat wij die kant uit gaan. Het is ja, best wel fris nog. Maar er komt een waterig zonnetje door. En het zou iets van 20 graden worden. Ja, in het zuiden natuurlijk. Niet bij ons. Maar goed, we hebben de kleren aan. We hebben genoeg eten en drinken mee. We hebben weer even diesel getankt. En ja, jullie gaan gezellig mee. Ja, zien wat we gaan doen allemaal vandaag. Ik denk dat het heel weinig wordt. Ik denk dat het lekker, lekker relaxer wordt. Hè? Wat denk jij? Jawel. Het wordt relaxen. Ja, Chris is niet zo fit. Niet zo. En dat hoef ik niet te zeggen, zegt Chris, maar dat zeg ik toch even, Chris is niet zo fit. En Rompke zijn we gisteren mee naar de dierenarts geweest. Nou, ze vermoedt geen al te rare dingen, als kanker of iets dergelijks, of tumor of gezwellen. Nou nee, want dan moet hij zieker zijn, zegt ze. Dan moet hij veel zieker zijn. We gaan zijn ontlasting volgende week opvangen, van 3 dagen. En dan gaan ze het onderzoeken, wat het kan zijn. Ja, gaan met de banaan. Ja. En jullie gaan mee. Ligt hij hoor, in het gras. Gekkerd. Ja. Nou, we zijn aangekomen in... bij Jachthaven de Koevoet. In Ter Oele. En het is heel koud. Het is, we hadden onderweg zo koud. Als je er achterin zit aan het roeren, is het heel koud. Maar goed, we gaan straks de tent aan één kant dicht doen. En het spettert ook een beetje nu. Het regent wat, maar ach.
Romke die sjouwt wat rond hier op de wal. We liggen aan de graswal, dat is wel lekker. Ze hebben hier ook van die boksen. Er zit een camping bij, er zit een restaurant bij. Enfin, jullie kennen het wel. Ik heb er eerder over gevlogd, want we zijn hier eerder geweest. Zelfs twee keer al. Met onze vorige boot en met deze boot. Voor 2 jaar terug. Dus ja. Dat dus. En we hebben onze ontbijt, lunch, brunch al gehad. En straks nog even een bakje koffie zetten, denk ik. En nog een broodje eten. En dan komen wij de dag wel weer door hier. We hebben boekjes nog hier liggen. Hey. Hier liggen ook nog boeken, hè? Wat doet hij? Staat hij daar? Oh, wil je weer een boord? Nee, wil je dit hebben hoor? Nee hoor. Nee. Daar. Dat gele bootje. Dat is een sunflower. Die heb ik vroeger gehad toen ik klein was. Die had ik gewonnen. Bij een wedstrijd van de Luxaflex. Ja, heel leuk. Nou ja, dit is het terrein. Aan deze kant. Aan die kant is het Coevorden-meer. En aan deze kant zie je dus de haven en daar zijn appartementen. En hierachter zit nog een camping. Dus het is een groot complex. En het regent. Het regent. En niet zo'n klein beetje ook. Maar, het kan pret niet druk hoor, echt niet. Nee hoor, het wordt al een beetje licht her en der. Dus, Chris is al bij de receptie geweest. We mogen hier blijven. Dit is het plekje. Dus, we hebben boeken, we hebben internet, we hebben telefoon, we hebben... ja, van alles. Ik heb de iPad ook mee. Jij hebt drank, jij hebt bier. Ja, ik heb vergeten wijn mee te nemen. Ik heb natuurlijk met de wijnproeverij verleden keer een beste doos met wijn besteld. Maar daar heb ik niks van meegenomen. Ik had een lekker wit flesje wijn mee. Ja. Witte wijn wil ik. Maar goed. Vergeten. Voor de rest hebben we alles wel. Ja man. Ja, jammer dit. Het zou een klein beetje regen vallen. Nou, zou je net zien dat het hier valt. Misschien valt alles in één keer. Ja, als het allemaal in één keer valt en het houdt hem op, dan is het ook mooi. Maar het wordt allemaal zo'n natte, drassige bende in het glas ook. Maar goed. Ik klaag niet. Echt niet. Nee hoor. Nee hoor, ik klaag niet. Nee. Nee, ik vertel de situatie. Maar ik ben niet minder happy. Positive vibes heb ik. Ik heb nou weer warme handen. Chris heeft weer warme handen. Die zat er achter in het sturen. En die was zo koud geworden. Want daar was het dan kouder. We hebben nou die kant dicht. Die kant hebben we open voor de frisse lucht. Zo regent het niet al te erg in. Lekker aan het graven. Ja? Ben je lekker aan het graven? Hallo? Nee. Hoi schatjes. Hoi schatjes. Ja. Hoi. Ja. Hoi. Hoi. Ja. Hoi. Och, komt nog één. Hoi. Ik heb niks lekkers. Nee, ik heb niks te eten hier. Nee. We zijn even aan de wandel met Romke. En het gaat niet zo hard. Er hangt zo'n heerlijke kruidige geur. Dat is de wilde zuring die je ruikt. Dat zijn die roodbruine planten hier. Zal ik zo wel even filmen. Maar dat geeft die bepaalde geur. Heerlijk. Het is nou lekker zacht. Het is droog nu. Voor zolang het duurt.
Nee, het blijft nog wel even. Oh, het blijft wel even droog. We hebben toch iets positiefs, ja zeker. Ja. Wat? Hebben we toch iets positiefs dat het droog blijft? Ja, we hebben even staan praten net met een man. De boerderij was even aan het klussen. Heel gezellig allemaal. En dan komt er een mevrouw op de fiets aan, dus ik zal hem erin uit. Weegbree en wilde zuring. En volgens mij is dit wilde zuring. Mijn moeder wist dat soort dingen altijd precies. Vroeger als wij dan ook met de boot waren en even gingen wandelen, dan vertelden ze me altijd onderweg dit plantje is dat en dat plantje is dat. En als ik natuurlijk een tiener en het interesseerde me natuurlijk geen moer wat ze te vertellen had over de plantjes. En nu loop ik zelf te kijken. Nu loop ik zelf van, oh, wat is dit, oh, wat is dat. Zo zie je maar weer. Het herhaalt zich, hè. Het gedrag van je ouders herhaalt zich toch. Ja. Er is een zelfschool bezig. En hier is de ingang van het havengebeuren. Er komt een Fuchszeilboot aan. Hier kom je binnen. Dan is hier een groot veld voor de campers en de caravans. Leuke, gezellige haven is het. Nou, we zijn heerlijk aan de wandel geweest. Het is nu 4:00. En het breekt helemaal open. De zon schijnt weer. We hebben lekker de tent aan de andere kant ook weer open gedaan. We zitten even heerlijk aan een happie en een sappie. Ik had dus vergeten toosjes mee te nemen, maar ik had wel tapenade en van die aioli en zo gehaald. Dus wat doe ik nou? Doe ik gewoon brood in wat stukjes. En dat smaakt nog lekker ook. Ja, anders neem je een stokbroodje of een toosje, maar dit kan net zo goed. Ja. Dus dat ik vergeten ben de wijn mee te nemen, dat is veel erger. Ja, die lekkere Oostenrijkse wijn die ik thuis heb, die zou ik meenemen. Maar vergeten. Ik ga niet aan alles denken, hè, jongens. Hij zit op achterbaan. Kijk. Hebben we toch een gezellig bootje? Gezellig bootje en gezellig hondje, die was vanavond alleen, want die hebben we niet meegenomen naar het restaurant. Hè? Ja, je bent braaf geweest, hè? Met z'n neem aan. Ik heb geen klachten gehoord. Ik heb het lampje aan, het regent weer. En wij hebben verrassend lekker gegeten. Vier keer. Voor de eerste keer wezen eten, toen was het baggers, of het was lekker. Daarna was het bagger. En nu zijn we, hebben we het weer eens geprobeerd, want ik zag ook dat de menukaart veranderd was. En ja, er gingen ook vrij veel mensen vanuit de haven van het restaurant toe. Die hier ook al langer liggen. Dus we dachten van ja, slecht is gaan ze niet. Dus hebben we verrassend lekker gegeten. Ja. En nu regent het weer. Ja, en ik zou drinken voor mezelf pakken. En dan ga ik voor de derde keer naar binnen, want heb ik het weer niet meegenomen. Oh, 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 oh. Waar moet dat heen? Ja. Maar jongens, wat hebben we gezellige boten. Ja. Dan denk ik bij mezelf, moeten we dit nou verkopen? Nee, hè? Nee, gaan we niet doen. Nee hoor. Gaan we campers huren steeds. Als we naar het buitenland willen, gaan we gewoon een camper huren. Dat denk ik wel. Hè? Als we naar het buitenland willen, gaan we een camper huren. Dat gaan we natuurlijk in september doen. Zo, ik zal aan het water. Ik heb te weinig water gedronken vandaag. Ja. En kijk, dit restaurant, dit is, noemen ze de Hooizolder. Dus in een boerderij. En
Je moet dan met een hele steile trap omhoog. Dus wel zoiets van ja, moeten we Romke tillen en hou het er nou op het moment ook niet frisser op. Want hij steeds die dieren heeft. Dus we denken, we nemen hem maar niet mee het strand in. Ze blijft hier lekker aan boord. En dat is goed gegaan. Hij lag lekker te slapen toen we thuis kwamen. Ja. In de rust is Zweden gekeerd hier in de haven. Ja. Lekker hoor. Oei, 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 oei. Wow. En het regent nog een beetje harder. We zitten lekker binnen onder de tent. Goedemorgen, Romke. En het regent weer. Ja. Kan Romke niet deren, die ligt nog lekker. Een hele goedemorgen. Het is vandaag zondag. Wakker geworden in Ter Oele op de boot. En we gaan even een heel stuk lopen richting Itzkenhuizen. Romke is op de boot. En die laten we daar. We gaan mooi even een stukje lopen. Ja, voor het eerst op de boot geslapen. De eerste nacht. En het was lekker. Ik heb lekker geslapen. Ik hoop dat Chris niet zo denderend geslapen heeft. Maar ja, op zich lekker. Ben ik weer zo bleek in die camera deze. Even kijken naar de instellingen hoe dat kan. Maar ja, het is wat half-half weer. Dus nu nou regent het, maar het is niet super koud. Dus we gaan lekker lopen. En jullie gaan mee. Ja. Kijk, dit is leuk hè, op dit camperbusje. Kompas. En we zijn in Itzkenhuizen. Het waait heel hard, dus ik weet niet of jullie mij verstaan. De wind komt daar vandaan, dus het valt misschien mee. Maar we zijn in Itzkenhuizen. En hier is daar een pony. Moederziel alleen. Zit hij wel vast? Ja, wel hè? Ja, hij zit wel vast. Ja. Hoi. Hoi poppie. Huh? Mag ik jou aaien? Hoor die vogeltjes. Daar is in de verte een boer aan het maaien. Mooie wereld hier. Nou, Itzkenhuizen is dus het Fries voor Itzkenhuizen. We hebben toch wel trek nu. Ja, een beetje intermittent vast aan het doen nu. En ik heb net een mooi hert gefilmd. Ik hoop dat het scherp is. Ik kon mooi mijn arm even steunen op het hek van die boer. En we vertrekken weer. We zijn wat overhaast vertrokken. Want ja, het was de voorspelling al, het zou harder gaan waaien. Maar we zaten nog even lekker aan ons ontbijt en het begint me ineens toe te nemen. Dus we hadden zoiets van, nou moeten we maar zorgen dat we weggaan voordat het nog erger wordt. Want ik geloof dat er zelfs uithalen naar windkracht 7 zouden komen. En is het geen pretje met deze boot. Dus we hebben nou de wind in de kont. Maar heb ik een beetje donker met tegenlicht nu. We hebben de wind in de kont, dus dan voel je er niet zoveel van. Dan schommel je ook niet zo. Dus we kunnen ons bakje koffie nu gaan voortzetten. Want die hadden we even laten staan nog.
En ja, weer richting Thuishaven. Nou, het valt, ja, wat we nu in de kont hebben, hè? Gaat niet eens hard. Nee. Ja. De motor moet even warm worden. Ja, precies. Nou, ik ga maar koffie inschenken. Blijf zitten. Hij vindt het wel gezellig bij je. Zo, inmiddels weer in de haven. Ja, heel harde wind. Maar we hadden hem gelukkig achter ons, dus dan merk je er niet zo heel veel van. Maar het neemt nou echt toe. En, het is nou 2:30, we hebben afgewassen. En ja, Chris is een beetje aan het schuren. We gaan die hele rand gaan we kaal maken. Er zit teakhout onder. En er zit nu lak op en dat begint af te bladderen. En wij willen het gewoon in de olie hebben straks. Een teakolie. Dat dus. En dat is Chris hiernaast aan het doen. Voor de rest, ja, ik ben een beetje op mijn telefoon bezig. Een beetje filmpjes kijken. Relaxen nog, ja. Dat is weer een heerlijk weekendje. En ik kan nou wel uitzien naar de weekenden dat Chris dan ook de maandag erbij heeft. Dan hebben we 4 dagen. Maar dan moet het wel een beetje beter weer worden. Natuurlijk nu vrij veel regen gehad. Maar vanmorgen met die wandeling hebben we mazzel gehad. We waren net binnen en toen begon te regenen. Dus ja, toen snel vertrokken. Omdat het begon te waaien in één keer. Ja, joh. Dus ja. Lekker hoor. Ik kan niet wachten tot mijn kleinkind er is. Mijn tweede kleinkind. Ik begin echt een beetje zenuwachtig te worden. Beetje gezonde spanning. Ja, Celine is ook niet fit. Die is heel erg vermoeid en kan soms amper op de benen staan. Heel erg last van haar heup. Slecht slapen, dus niet lekker meer ligt. Het drukt allemaal heel erg. Dus ja, 2 weekjes, 3 weekjes, zo'n beetje. Misschien eerder, misschien later. Lastig te zeggen natuurlijk. Maar ja, zin in. En misschien wat het wordt. Ja, ik heb een flauw vermoeden. Zij weet het wel, ze vertelt het niet, maar ik heb een vermoeden. Ik zeg het lekker nog niet. Maar ja, ze heeft me natuurlijk tussentijd wel eens echo's gestuurd, filmpjes ervan. En ik mag me toch heel sterk vergissen als ik daar niet op kan zien wat het is. Maar de tijd zal het leren. Is het niet te koud om daar te zitten? Nee. Nee? Je zit precies op de wind, hè? Ja. Heerlijk in de relaxmodus.